Dankjewel bij deze lezing workshop. Ik maak er ook een workshop van, want ik denk, het gaan we verbinden. Dus wat mij betreft ga ik het niet allemaal alleen doen. Ik sta hier natuurlijk om een verbinding te hebben. Ik hou het even nog achterwege van, ik ben gewoon weer te Rommels. En door de workshop heen komen er misschien meer dingen ook van mezelf aan bod. Toen Peter en Jan Henk het over permanent beta hadden, toen, en daarnet hebben jullie grootste gedeelte, heeft daarnet ook het verhaal van Peter geloof ik gehoord. Dan staat er in die headline staat bridging brain, stack en culture. En ik vroeg me af van, goh, is het voldoende om te faciliteren? Is het voldoende om iets neer te zetten en dat er dan ook verbonden wordt? Want wanneer verbind je nou met elkaar? Nou, dan zou ik in eerste instantie even met jullie een klein testje willen doen. En dat testje wil ik graag dat we de groep verdelen in twee groepen van deze. Als dat kan, en dat mag vrij zijn van wie bij elkaar gaan, maar dat we ongeveer tot twee gelijke groepen komen. En waar ik heel benieuwd naar ben, en een beetje een wedstrijd ook, is van tot hoeveel overeenkomsten jullie komen in de groep waarin je zit met elkaar. Dus binnen 5 minuten tot zoveel mogelijk overeenkomsten te komen. En dan kun je denken aan kleurogen, ik zie blauwe ogen. Maar dan kun je ook denken aan misschien wel je gezondheid, of aan je baan. Of aan, noem maar wat. Ja, dus ik zou jullie willen uitnodigen om, en ik zou ook willen vragen of Priska en Karen bij ieder bij een andere groep gaan zitten, dus niet bij de groep bij elkaar. En om te mengen, ik denk even 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dat is eigenlijk al. Zullen we het zo doen zoals jullie nu zitten en dat jullie bij elkaar, dat jullie wat met de stoelen bij elkaar gaan? Ja. En dat ik. De tijd 5 minuten zet. En de groep die de meeste overeenkomt. Mooi. Ik ga even bij Erik, voorbij. Ja, ik ben daar ook naar Cindy. Erik, ik wil de man opschrijven. Het gaat er dus om dat zo veel mogelijk, winnen van hun. Dat ze hebben deze moeten geven. Voor de overeenkomst zorgt dat jullie dan meer gaan. In Nederland. Ja, ja. Ik kan zo wel een kruis net schrijven in deze trend. Sporten, houden we sporten? Misschien moeten we het even iets interessant te maken. Reizen, houden we van reizen. Dat is niet grappig. Ik hou ook van lijn. Ja, ik heb het niet. Ik denk dat je het niet hebt. Het is je hobby. Zijn die allemaal auto's? Ja. Auto? Allemaal uit de vrijwillig hierheen gekomen. Ja, ik weet het. Maar het is wel vrijwillig. Ik zit hier nu wel vrijwillig. Oké, gelukkig. Smartphone.
Ja. 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 Misschien hè, van naam? Ja, dan zouden we nog overeen kunnen komen. Ja, ik heb al. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja.
Ontmoeten mensen zich door de dag heen
eigenlijk spontaan van, oh lekker, even een bakje koffie, even pauze, even, of de rokers, misschien ook onder jullie een bekend fenomeen, het rokersgroepje buiten, dan zullen er nu steeds minder mensen roken, dus dat roken ze ondertussen meer de koffiedrinker geworden. En wat je ziet gebeuren is dat in die kleine groepjes, is eigenlijk wat hier gebeurt, dat in zo'n klein groepje heb je een overeenkomst, je vindt koffie lekker, of je vindt in ieder geval die pauze lekker, je gaat er naartoe en op het moment dat je daar staat, dan heb je het met elkaar over. En vaak ontstaan zo de grootste veranderingen, omdat dat begint in zo'n klein groepje en dat dat klein groepje iets met elkaar heeft. En dat is niets meer dan dat je elkaar ontmoet. Maar het ontmoeten is niet hetgene wat zorgt voor de verandering. Wat jullie ook merken is van, als we het alleen over ontmoeten hebben, dan zou je kunnen zeggen, van goh, dus op het moment dat ik ergens naartoe ga, zoals hier, Pam en Beta, dan heb ik hier vandaag allemaal mensen ontmoet en daarna ziet mijn leven er heel anders uit. De vraag is of dat zo is. Als ik zelf kijk, als ik naar netwerkbijeenkomsten ga, dan kan ik daarna met een stapel visitekaartjes thuiskomen en denken, met wie heb ik nou gesproken? Dat wist ik misschien op dat moment wel, en op dat moment, maar achteraf als ik dan die stapel visitekaartjes thuis zie liggen, dan weet ik vaak niet meer wie nou precies is geweest. Pamela en Beta, moet je ook inderdaad wel opschrijven, want ik weet het gaat echt helemaal fout. Het is herkenbaar. Maar ja. Want als je het gewoon in het gesprek dan. Nou, vandaag ook, we maken met z'n allen een kast. Hè, we maken de permanent beta-kast, maar iedereen heeft waarschijnlijk een plank meegenomen. Nou, dat verbindt ons op een bepaalde manier, want straks staat hier een kast die door ons allemaal, in ieder geval van een stukje hout van ons allemaal, gemaakt is. Toch weet ik niet van wie die planken allemaal zijn straks in de kast. Want ik heb mijn plank toen ik binnenkwam. Anoniem ergens tegen een muurtje aangezet. En ja, er zal een hele hoop planken zullen daarbij zijn gekomen van jullie, maar ik zal niet weten wie dan uiteindelijk heeft gemaakt. Dus het feit dat je elkaar ontmoet, betekent niet per se dat je dus ook dat er iets dat je verbindende factor hebt. Dus ontmoeten is wellicht niet genoeg, hè, maar wat je hier merkt, wat voelt van hey, we delen iets met elkaar. Maar je voelt ook, en dat zie je ook in organisaties terug, om de wereld overzichtelijk te houden, delen we de wereld op in kleinere eenheden. En een organisatie is opgedeeld in divisies. En binnen de visie is het iedereen kent iedereen. En iedereen weet ondertussen wie bij het koffiezetapparaat staat. En iedereen weet ook ondertussen van wie waar goed in is en wie waar niet zo goed in is. En neemt dat van elkaar. En jullie weten nu in zo'n groepje meer, al iets meer van elkaar. Van goh, dat vinden we allemaal leuk. We hebben even naar de overeenkomsten gezocht. En jullie weten van elkaar van goh, dit vinden we allemaal leuk. Maar je merkt ook dat er een stuk concurrentie is tussen. En dat heb ik natuurlijk wat extra aangezet. Maar je merkt toch dat er een stuk gevoel is van nou, ik vind het misschien makkelijker om bij deze groep te gaan staan straks. Dan dat ik bij deze groep ga staan. Nou, in de wereld heeft dat ook, in een organisatie zie je dat ook. De artritisstructuur, de artritisorganisatie, zegt iemand dat wat? Nee. Dat is eigenlijk dat wat ons verbindt. Hè. We hebben een gedeeld doel, hè. Dus je deelt een organisatie op in kleine eenheden. En dat wat de kracht is, kan ook meteen de valkuil worden. Want je zorgt met zo'n kleine groep waar je herkenning in hebt, ook ervoor dat het een gesloten groep wordt en dat het een gesloten systeem wordt. Dus de visies van organisaties worden een afgesloten geheel. Die gaan concurreren met de divisies, de andere divisies uit de organisatie. Waardoor er niet meer van elkaar geprofiteerd wordt. En dat er geen kruisbestuivingen meer plaatsvinden. Maar dat er gezegd wordt, nee, die kennis is van mij. Ja, dat ga ik niet delen met die ander. En dat zie je ook in de maatschappij. Want dat zie je ook bij Facebook. En dat zie je ook op Twitter. En dat we maken Twitter en Facebook, we maken alles toegankelijk en meer laagdrempelig door het, bij Twitter kun je lijsten maken. In Facebook heb je Facebook groepen. En wat je merkt is dat ons houvast geeft en dat we dat fijn vinden, want we behoren tot die groep. Nou, straks zal er ook een permanent beta groep zijn. We zijn allemaal voelen ons allemaal verbonden bij permanent beta. We voelen ons allemaal verbonden misschien met een durf te vragen groep of met onze eigen vrienden groep. En zo zie je dat ook binnen organisaties. En dat is de kracht, want daardoor weet ik nog wat iemand af en toe twittert. Ja, maar als je op een gegeven moment duizenden mensen volgt en je moet ze je hebt ze niet opgedeeld in groepen, dan zie je door de bomen het bos niet meer. Ja, dus het is een heel handig iets, maar het gevaar bestaat dat we ons zo vereenzelvigen en identificeren met die groep waar we in zitten, dat we geen verbinding meer maken met de andere groep.
En dat we eigenlijk dat wat we willen creëren, van laten we het overzichtelijk houden en laten we zorgen dat we ergens expertise in hebben en dat we dat aan de wereld kunnen laten zien, dat dat iets wordt van onszelf en dat we een besloten systeem worden. En dat was ook wat ik naar permanent beta aangaf. En je kunt een permanent beta opzetten en je kunt technici koppelen aan ondernemers en zeggen van nou dan willen we maatschappelijk relevantie, maatschappelijk relevante innovaties of mee bewerkstelligen. Maar op het moment dat permanent beta iets wordt weer van een besloten groep, dan bereik je precies het tegenovergestelde. Of heeft dat dan te maken met wat het doel van ieder wel of niet? Effectieve groep, maar als je het over permanent beta hebt, dan hebben ze het bovenaan staan verbinden. Mm-hmm. En dan hebben ze het bovenaan staan verbinden met de hele wereld en eigenlijk iedereen aan iedereen koppelen. Ja. En als je dan ook voor permanent beta, je kunt een doel hebben, maar op het moment dat je dan, even bij Peter Ross, ik weet niet wie dat zat, die zei dan straks gelijkgestemde. Mm-hmm. Dat is zo'n term die we tegenwoordig, die ik heel vaak hoor. Dan denk ik, ja, wat zegt dat nou gelijkgestemde? Dat zegt eigenlijk van. Nou, daar, die denkt zoals ik en die voelt zoals ik en die vindt dat fijn zoals ik. En het grote verschil maakt volgens mij, ik weet helemaal niet of dit een open plek is. Ja, graag. Nee. Maken we het nu gewoon. Ja, precies. Ja, nou, wat je zei is denk ik het belangrijkste, identificeer je mee. Ja. Zoek je houvast dan niet, of kun je zien. Want het is inderdaad leuk om bij permanent beta dit of dat uit te proberen, uit te vogelen. Maar het gevaar vind ik, en daar ben ik heel erg met je eens, dat een soort subcultuur heerst. Ja. En dat zie ik in heel veel netwerken terug. Van, oh ja, dat zijn de mensen. En we zijn allemaal horizontaal met elkaar bezig. En ondertussen blijven die verticale structuren gewoon staan. Moet iedereen op die manier blijven kijken naar de omgeving. Ja. En dat heb ik net hier ervaren. Van, jullie hebben het lijstje het langste gemaakt. Nou, als dat het doel was, dan hebben jullie gewonnen. Staan jullie boven ons. Ja. Zo simpel is dat. Ja. Als het gaat over, ja, maar er moest namelijk wel bij staan. Lekker eten en wij hadden dat en jullie niet, ja, dan zijn wij ineens de winnaar. Hey. Ja. En dan mogen wij ons op een andere manier door dit gebouw heen gaan bewegen. En als je daar gevoelig voor bent en als het nodig is voor je, ja, dan zwik je aan alle kanten. Maar gelijk, wat wil ik hiermee zeggen? Ja. dat het allemaal waar is. Maar nee, ik vind het interessant om te zien van waar zijn we hier nu eigenlijk weer. En volgens mij is het ook wat jij wil aangeven, we zijn hier ook op een plek. Waar je met elkaar heel erg dingen kunt delen, maar tegelijkertijd in een enorme valkuil van hoe doe je dat dan? Hoe kijk je dan weer? Dus gewoon weer een bewustwording precies. Ja. Dus hoe zouden wij ervoor kunnen zorgen dat we van die twee afzonderlijke groepen, hier in ieder geval, hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat er verbinding ontstaat tussen wel, dus dat je de kracht gebruikt van de overzicht houden, dat je zegt van nou daardoor snap ik in ieder geval wat ik moet doen, want omdat ik ingedeeld ben in een team, in een organisatie of bij een divisie hoor, weet ik wat mijn doel is, wat ik moet doen, maar dat je niet uit het oog verliest wat het grote geheel is. Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe je dat kunt doen? Vraag simpel. Overeenkomsten winnen. Waar heb je de overeenkomsten en dan blijven de verschillen over. Dan ga je het alsnog overnemen of je laat je gewoon de verschillen. Zullen we dat eens doen? Zullen we het eens in de grotere groep gooien van goh, dat we iets noemen en dat we zeggen van nou, degene die dat ook heeft, die... Eens kijken wat we met de grotere groepen... Voor mij krijg je dan weer 44. Ja, het zijn er andere, dat kan ook zijn. Dat je zegt nou, ik zou dit niet. Dat gaat niet beter, want we hebben ook al dingen genoemd en dan dacht oh ja, die hebben we niet allemaal, dus er zullen best wel dingen afvallen. Dus Maar. Ik ga er nu eentje noemen die ik zeker geluk heb. Oh, nee, sorry. Vast wel. Begin. We leven. Ja, nou ja, misschien denkt iemand ik leef al, maar eigenlijk ook niet. Nu is een zombie opstaan. Ja. We hebben wel nerds hier, maar geen zombies. Maar zijn jullie geïnteresseerd in wat bij die andere groep speelt? Ja, ik zit nog even te zoeken. Jij stelt de vraag van hoe kunnen we dat voorkomen of hoe kunnen we daar alsnog... Ik heb heel weinig geslapen, dus dan pak ik het net niet meer helemaal precies. Maar wat je zegt is, van hoe kunnen we daar op een bepaalde manier mee omgaan, zodat dat misschien niet meer zo speelt. Eigenlijk van elkaar even van twee op nu één. Bijvoorbeeld. Er zijn meerdere manieren. Je kan of de groepen in één grote groep maken, of je kan de helft van de mensen uit één groep in een andere groep zetten. Ja, maar dat vind ik leuk hoor. Maar ik zit even, dit is heel praktisch ingestoken. Ja. En het is een soort experiment van hoe beweegt het dan weer sociaal gezien. Maar volgens mij is het allerbelangrijkste daarin dat we, als je van ieder mens weet, nee, het is zo dat de mensheid
houdt van contact. Mensen willen het allerliefste kwetsbaar kunnen zijn, contact maken en voelen dat we allemaal mens zijn. Nou, als je dat als ondergrond hebt, dan maken alle overeenkomsten of verschillen niet eens meer heel erg veel uit. Dus dan worden het praktische trucjes en die zijn heel leuk, maar dan denk ik van ja, de ondergrond moet dan toch zijn van nou, ik ben mens, ik ben kwetsbaar. Ik heb soms geen idee, soms wel. Ja, zo. Ja, heel mooi wat je zegt. Ja, dat is inderdaad. Nou ja, het is heel mooi dat dat inderdaad, je kunt overeenkomsten zoeken of je kunt verschillen zoeken, maar hoe kom je dan eraan dat je weet dat je overeenkomsten verschillen hebt? Ja, en dat is vaak om er überhaupt achter te komen of we overeenkomsten verschillen hebben, vraagt dat vaak van zo'n opheid. Ja, want net dat we de, we hebben allemaal onze subsystemen, we hebben allemaal onze families, onze... of een sportgroep waar je in zit, of dan hier de twee groepen waar je in bent gezet. En uiteindelijk, maar als mens, willen we ons goed voelen. Maar willen we ook inderdaad, maar wat ik de uitdaging vind, is dat we, wat jij ook zegt, van kwetsbaarheid en het maakt niet meer zoveel uit, wat we of we overeenkomsten hebben of verschillen, want uiteindelijk is het van, goh, hoe voel je je en hoe... durf je kwetsbaar te zijn en wil je contact, krijg je contact met die ander. En de vraag is hoe we contact krijgen. Want wat je vaak ziet in de maatschappij, is dat we heel graag contact willen. En dat we ons zo gedragen, dat we net geen contact krijgen. Ja. Want dat zit ook vaak, hoe moet het zijn? Als kind word je al opgegroeid met dat je, als kind vraag je een koekje, ja, maar niet te vaak vragen. Ja, dus je groeit erop met het idee van je, nou, dat koekje wat je wil, mag je eigenlijk niet vragen. Ja, als je naar een feestje gaat waar je geen zin in hebt, dan moet je als kind moet je mee naar het feestje. En dan zeggen je ouders zeggen tegen je van ja, je moet nou gewoon mee. En ik wil wel dat je ook gezellig bent. Ja, even de puber die een lange strik heeft. Ja, van, nou, je moet mee, maar je gedraagt je wel op een fatsoenlijke manier. Terwijl de puber je helemaal niet op zijn gemak voelt. Ja, op het moment dat je later als werknemer, dan wordt er wel verwacht dat je een bepaalde professionele houding hebt. Zelf loop ik daar en intermanagement ook tegenaan. Ik ben iemand die heel open is. Dan hoor je dus heel vaak, ja, maar het is niet oké dat je dit zomaar zegt. En dan zeg ik, waarvoor niet? Ja. Word je mensen ongemakkelijk van? Ja. We hebben onze tactiek en onze strategie. Ja, maar dit is wat er is. Ja, en waar willen we naartoe? Wat willen we bereiken? We willen vertrouwen creëren bij onze mensen. En wat gaan we doen? We gaan zeggen, ja, dat zeggen we nu nog niet. Want dat maakt ze onrustig. En dat zeggen we wel. En ondertussen hoor je bij heel veel mensen allerlei onrust. Van ja, die laat het achterste niet van hun tong zien. Ja, want ze zeggen dat wel, maar ondertussen speelt er nog van allerlei andere dingen. Ja, en dat zit ook, kijk naar de politiek, naar de verkiezingen afgelopen keer. Ja, en wat je daar ziet, is dat iemand getraind wordt in een presentatie. Het gaat niet meer om de inhoud van de plannen. Het gaat erom hoe iemand die plannen kan presenteren en hoe hij zichzelf kan profileren. Ja, dat hij zich als persoon kan profileren en dan stemmen we op een persoon. Dus dat heeft niks te maken met dit is wat het is. Nee, dat is vorm. Ja, dat is buitenkant van, goh, als ik hier sta, dan is het vaak de vorm dat mensen zeggen van... Er was ook iemand die een keer tegen me zei, toen zei ik van, goh, ik ben best zenuwachtig, zei ik toen volgende. Dat moet je helemaal niet zeggen dat je zenuwachtig bent. Dat zien mensen toch niet? Ja, maar ik voel het wel zo. Dus waarvoor zou ik dat niet mogen zeggen? Alsof dat zo vreemd is als je hier staat, dat je misschien zenuwachtig kan zijn. Dus wat jij zegt, klopt. Ja, van we willen eigenlijk niks liever dan contact. Maar we doen heel vaak de dingen waarin we geen contact hebben. Ja, dat is heel afhankelijk. Kijk, als je gewoon zegt van, je wil iets geven, overbrengen. Nou, dat is aan de andere mensen om te accepteren of niet. Hoe je bent, dat is het al. Als je bij spreken iets wil doelen bereiken, als je iets wil doordrukken, dan kan, afhankelijk van de setting, kan onzekerheid dan zeggen, oh, ja, hij zegt het wel, maar eigenlijk is het helemaal niet overtuigd, dus het is helemaal niet zo nodig om dat aan te nemen van anderen. Het doel is heel anders en dan kan tactiek kan wel belangrijk zijn. Ja, dat vind ik wel interessant of dat zo is. Want dat is ook zoals wij de wereld gemaakt hebben, dat we dus inderdaad alleen dingen aannemen op het moment dat iemand daar ook volle overtuiging van gaat. En dat is onder andere wat je in de politiek ziet, iemand kan nooit volledig achter zijn partijprogramma staan. Of kan,
het gebeurt zelden dat iemand tot in de detail achter alles staat wat er in het programma staat. Mm-hmm. Want we maken dingen samen, we hebben democratie, dus er staan ook dingen in waar iemand zich misschien niet zo aan kan verbinden. Of niet zo aan, maar precies, wij geloven die persoon pas, of wij geloven pas dat dat partijprogramma goed is, op het moment dat die ook kan uitstralen dat die inderdaad overal achter staat. Dus dat is net iets wat in onze maatschappij zit, dat iemand daar dus niet gewoon over mag zijn. Van nou, ik ga voor de grote mededeler en 80% daar sta ik achter. En voor 20% heb ik gezegd van nou, dat is niet, misschien niet zozeer mijn ding. Hè, maar uiteindelijk kunnen we niet alleen maar mijn ding doen. En dat is niet wat er in deze maatschappij, wat gebruikelijk is, inderdaad. En wat je ziet is dat komt in alles voor. Als ik even kijk naar, ik loop wel eens een dag mee met mensen. En het enige wat ik dan doe is vragen stellen. En mensen kennen me ook niet. Dus ik ben een vreemde die dan een dag met ze meeloopt. En voordat ze de dag plannen, soms krijgen mensen zo'n dag cadeau. Nou, je krijgt Myrtle cadeau. En ik krijg Myrtle cadeau. Wie is dat? Dan bellen ze me ook en zeggen, ja, wat kan ik daarvan verwachten dan? O, ja. Wat wil je? Ja. Ja, dat weet ik niet zo goed wat ik wil. Ik zeg, nou, dan denk je erover na, het is jouw dag. Het enige wat ik doe, is met je mail. En het enige wat je hoeft te doen, is voor me open te staan. Ja, dat ik vragen mag stellen. Dan zie ik ook dat mensen bellen me dan nog eens. Zo, ja, ik vind het toch maar lastig. Dat ik niet, heb je geen programma wat je gaat doen? Nee, ik heb geen programma dat ik ga doen. Oh. En het mooie is dat mensen daardoor al, dat ze, oh, blijkbaar heb ik wel die structuur nodig voor mezelf. Dat ik eigenlijk van tevoren weet wat ik ga doen en met welk doel en waar we uit gaan komen. En nou, op een gegeven moment komt dan zo'n dag en niet iemand bedacht wat we gaan doen. En over het algemeen zie je dat het dan naar de basis teruggaat. En dat ze zeggen, nou laten we gewoon een kop koffie drinken, laten we een wandeling maken. En, want dan hebben we ook de ruimte om naar elkaar te luisteren. En wat ik nou zo opvallend vind, is dat ik op die dagen hele persoonlijke dingen op dat moment. En dat ik in die dagen of op die dagen dat mensen tegen mij zeggen, dit vertel ik aan niemand. En bijna overal komt het en dan zeg ik, en waarvoor vertel je dat aan niemand? Ja, dat kan toch niet dat ik zo denk? Of dat kan toch niet dat ik dit voel? Of dat mag toch niet dat ik dit uitspreek? En dat ze eigenlijk door het gesprek met een vreemde erachter komen, ja maar zo vreemd of zo gek of zo vervelend of zo rot, is het helemaal niet. Als ik de dingen, als ik open ben naar een andere over wat er in mij omgaat. Dus voor mij spreken ze niet met een vreemde. Wat wie? Voor mij spreken ze niet met een vreemde. Uiteindelijk. Op het moment dat je met een vreemde praat, ga je namelijk ook niet zo snel zeggen. Uiteindelijk. Als je een verbinding hebt, dan wel. Maar uiteindelijk is er dus ook niet meer een gesprek met een vriend. Nee. Precies wat jij zegt. Nee. Op zo'n dag ontstaat dus een enorme verbinding. En zijn ze in een vreemde ook wel veiliger om iets heel engs tegen te zeggen? Want die persoon die kan jou niet kwetsen, omdat je niet jouw dagelijks omgeving is. Ja, precies. Dat hoor je dus ook. Zo, want het is ook veilig, want ik hoef jou hierna misschien nooit meer te zien. Ja, dus ik kan al mijn hele rugzak bij je legen en dan hoef ik je niet meer te zien. Ja, en dat is ook iets wat ik zeg, inderdaad, dat kan. Ja, je krijgt een objectief beeld in ieder geval, mijn subjectieve reactie natuurlijk, maar een objectief beeld naar jouw situatie. Maar wat ik terughoor, is dat mensen na zo'n dag ook veel vaker dit soort dingen naar hun directe omgeving hebben. Dus dat ze ook merken van ja, wat doe ik eigenlijk moeilijk? En ik heb wel geleerd om dat misschien niet te zeggen, en ik denk wel dat ik de ander niet kwets, maar misschien kwets ik hem net wel door niet daar eerlijk over te zijn. En ja, misschien ben ik wel verwijderd van mijn moeder of vader of totdat ik me niet uit. Totdat ik het gewoon zeg. En dan zie je dat er voor echte verbinding ontstaat. En dat mensen ook verbinding met zichzelf zelfs krijgen. En dat ze ook naar zichzelf, en ik weet niet of dat jullie dat misschien ook ervaren, dat je soms ook dingen van jezelf niet mag denken of voelen. Omdat dat indruist tegen hoe je het geleerd hebt. En zo gedragen we ons allemaal op een bepaalde manier, en dat zal niet dan alles zijn, waarin je geleerd hebt dat je zou moeten gedragen, is dat maar de vraag of dat zo prettig is of goed voor jezelf. Ja, binnen de organisatie gebruiken we de codes van de organisatie waar we werken.
En dat is prima als je beseft, dit is een code die ik hier toepas. Maar als je de code gewoon onnadenkend toepast, zonder voor jezelf te filteren, maar wat doet dat dan met mij? Ja, en dat je wellicht op straat komt te staan, omdat je niet kunt conformeren aan die code, en misschien te open bent, en daardoor de prijs betaalt. Dat vind ik een mooi stukje. Had jij net iets ook over van, dat moet je dan doen, hè, als het ware de code spreken. Ja. En toen zei jij van, dat is maar de vraag. Ja. En kom je daar weer op terug. Dit vind ik precies het interessante stukje van, er zijn allemaal subculturencodes, weet ik het allemaal. Moet je daar nou in mee? Of moet je dat nou juist gewoon, want soms is het heel handig. Want ik weet gewoon dat als ik op die manier iets vraag, dan weet ik gewoon psychologisch gezien, op die manier krijg ik ja of nee, wat ik nodig heb. Of in ieder geval, nou, waarschijnlijkheid grenzende. Dus soms is tactiek slim om iets goeds te bereiken. Want dan weet ik gewoon, daardoor wordt de wereld een stukje beter met een ding. Het hangt volgens mij ook af van de intentie die erachter zit. Ja, is dat het? Of blijven we überhaupt hier, door dit te doen, blijven we überhaupt dat hele systeem zo in stand? Nee, ik blijf hier ook rustig zitten. Ik laat mensen uitpraten. Dat doe ik omdat mijn intentie is om dit een vruchtbare, prettige uurtje te maken. Als ik nu ga rondrennen hier door de kamer, ga schreeuwen, dat heb misschien ook wel heel behoefte aan. Maar dat doe ik bewust niet. Dus die intentie, vanuit waarom ik me aanpas en misschien mijn eigen dingetjes dan eventjes wat minder prioriteit geven. Dat is wel vanuit een bewuste. Ja, ik heb het gevoel dat dat net iets anders is. Dat zijn impulsen versus keuzes. Ja, maar dan gaat het er wel steeds op. Je maakt keuzes om te zeggen, ja, ik doe bepaalde dingen wel, omdat het bijdraagt, handig is. Of je zegt van, je kunt je alle primaire keuzes kun je doen wat je wilt, maar ja, het is niet altijd even. Het is gewoon een grijze lijn van wanneer het manipulatie wordt en wanneer het zo, zeg maar, je taalgebruik gebruiken is, zodat de ander niet in een ander goed schiet, om het zo maar te zeggen. Ja, bijvoorbeeld, stel iemand doet iets verkeerd, dan kan je, of iets wat jij niet prettig vindt, maar die persoon juist wel heel erg prettig vindt, nou dan kan je zeggen, ja, kan je alsjeblieft zo doen, maar zelfs al zeg je het soms, is het voor sommigen heel vervelend. Waar je ook om kan draaien en zeggen, ik heb het nodig als jij dit en dat doet. Want dat is de vraag, wil je de ander veranderen? En daar gaat het dan om, wil je dat die ander zich op een bepaalde manier gedraagt? Ja. Of ga je uit van jezelf? Ja. Nou, ik denk dat het een, laat ik het zo zeggen, voor mij is wel intentie wellicht, maar ook het stuk in hoeverre ben je nog verbonden met jezelf? Als je alleen nog maar tactieken toe aan het passen bent, en je vergeet op een gegeven moment dat je tactieken toe aan het passen bent, dan is het dus de vraag in hoeverre je niet op een gegeven moment tegen de muur aanloopt, omdat je alleen nog maar conformeert aan hoe je zou moeten gedragen, in plaats van dat iets is wat past bij jezelf. Kijk, dat je slim bent, we liggen op een bepaalde manier alleen aan, nou, ik doe het op die manier, want dan weet ik dat ik iets bereik. Wellicht zit het in het bewustzijn dat je het dan toepast en dan zegt, van hier pas ik het niet toe, want het druist tegen mijzelf in. En dat vind ik een interessante stap van verbinding. Ja, want hoe verbonden voelen we ons met elkaar als we allemaal alleen maar de codes gebruiken? Precies. De valkuil van mensen die dus heel bewust zijn, die kunnen ontzettend goed zien van, oh, dat is daar slim, dat is dat, die kunnen dat 10 keer sneller dan ik. Maar die zijn alleen nog maar, precies. Wij spreken met bewust inzetten van manieren. En dat kunnen prima manieren zijn, maar inderdaad, in hoeverre ben je dan nog ook gewoon verbonden met de ander, maar ook verbonden met jezelf. Ja. Want je bent alleen nog maar bezig met je gedragen conform een code of norm. En dat is ook wat, zeg maar, binnen zo'n kleine groep. Als je het hebt over wat ons. Wij groeien allemaal op binnen een kleine groep. Dus die kleine groepen hebben allemaal codes. En hebben allemaal bepaalde normen en waarden van hoe we zouden moeten zijn. En dat is, als je het dan weer hebt over verbinden, dat kan voor afscheiding zorgen. Ja, want katholieke geloof islam, ik zeg maar even, want dat zijn ook afgesloten groepen. Ja, en je kunt ook dan gaan zoeken van wat zijn nou, oké, we hebben allemaal een geloof. Ja, dus van, en wij hebben wel binnen onze groep die codes, maar in hoeverre is dat leidend voor alles? Ja, dit is zo dat wij het prettig vinden om met elkaar om te gaan, hè, zoals we verkeersregels hebben op de weg. Nou, die zijn heel prettig. Ja, want als we geen verkeersregels zouden hebben, dan zouden we heel angstig zijn in het verkeer als we van A naar B zouden moeten komen. Dus in die zin
is een kader, hè, of afspraken met elkaar, kan dus heel prettig zijn. Als we maar weten dat die afspraken zijn, zodat we, hè, dat je niet zegt van ja, en dus, ja, maar zelfs met verkeersregels kun je af en toe afvragen, ja, als er dan iets gebeurd is, en ik mag niet over de doorgetrokken streep, en voor me is, is iets gebeurd, dan kun je natuurlijk ook in een situatie terechtkomen dat je denkt van ja, nu moet ik dus over die afspraak heen, buiten de lijn komen om wellicht vooruit te komen. Maar dat is, dan is die intentie nog steeds hetgene wat volgens mij essentieel is. Dan gaat die intentie is niet het breken van die regel. De intentie is juist om de oorspronkelijke reden waarom die regels überhaupt ontstaan zijn, om die na te leven te behartigen. Dus het komt vanuit hetzelfde idee. Ja, maar het is natuurlijk wel. De uitingsvorm is alleen anders. Dus het is natuurlijk wel zo dat. Want voor de ene dan zegt van, oh ja, nee, je hebt inderdaad een goede bedoeling. En de consequenties die daar van opbreken, is niet zo groot, dus oké, prima. Maar aan de andere kant, heel erg zwaar zou ik zeggen van, hey, geen denken aan hoor. Dan wordt het chaos als je dat soort die regel opbreekt, dan gaat iedereen dat doen. Zootje, ja, ook met intentie om de wereld goed in bedwang te houden. Ja, dus intentie kan van alles betekenen. Ja. Of, intentie kan van alles inhouden in de zin van Gaddafi had ook een hele goede intentie, want die wilde het volk. Daar beginnen we misschien wel, ja. Ja, dat hoor je even. Hitler zei ze ook, Hitler had in de stad ook een hele goede intentie. Fantastisch. Ja. Bedoel, die gaat maar vertellen waarom niet. Ja, die wilde van alles tegenin te brengen. Ja, ik heb een andere mening. Snap maar het dus zo. Maar ook, hoe kom je achter elkaars intentie? Dat vind ik ook nog een. En wat betekent die intentie voor? En hoe interpreteer je? Dit weet het oneindig. Want kom je op jouw dingen weer verbinding maken, communicatie. Openheid. En vaak openheid. En vaak ook inzien van, hey, ik zit in een wereld met allemaal codes. Ja. Ja, en dat is niet erg, want dat geeft ons dus ook veiligheid soms. Hè, en structuur en houvast. Maar bewustzijn en daar open over zijn van, hey, maar wat vind ik dat eigenlijk voor mij? En wil ik me daar ook aan conformeren? En wil ik me daar ook aan verbinden? En een voorbeeld, ja, dat straks wel in deze groep al even genoemd. Er zitten hier twee dames in de groep, die kende ik niet. En op een gegeven moment, ik ben vorig jaar begonnen met het schrijven van een boek. En op een gegeven moment zat ik in de Berghut, dat is misschien ook een paar keer voorbij gekomen. En dan werd daar op een gegeven moment, ik zeg, ja, ik heb eigenlijk het concept wel af. Ik zeg, maar kom niet verder, want ik ben geen schrijver. Ik heb een levensverhaal op papier gezet, maar dat was voor mij een, dat ik zelf van, nou, vind ik leuk om te doen. En, maar ik kom niet verder, dus af. Ja, dan vraag je toch via Facebook of mensen willen gaan proeflezen. En een van de redenen waarom ik het boek was gaan schrijven, was dat ik heel open ben over wat er speelde in mijn leven en wat ik fijn vind en niet fijn vind. En dat ik vaak van de directe omgeving daar al reacties op krijg. Van god, dat je dat zo vertelt. Ja, als ik relatieproblemen heb, dan zit ik echt wel bij mijn vriendin aan tafel en zeg ik, en dan voelt dat even fijn. Hè? En mijn partner weet dat ook, dat ik daar dan over praat. En dat ik, het voelt fijn om dan een ander perspectief aangereikt te kunnen krijgen. En zo was ik over alles open. Dus ja, ik begin te zien van, ja, het is toch niet gebruikelijk dat je zo open bent over wat er speelt in je leven. En ook wel gek, hoe je, of niet gek, dat ze zeggen, ja, het is wel mooi om te zien, hè, want er zijn van allerlei dingen op je pad gekomen, wel mooi om te zien dat je eigenlijk heel fijn in het leven staat. Nou, toen dacht ik, ja, daar kan ik best een boek over schrijven. Maar ik ben dus geen schrijver. Dus ik zit bij de Berghut en dan zei, ja, dan stuur ik de wereld in. En toen dacht ik ook van, oh, dat voelt ik wel even, eigenlijk ging ik buiten mijn comfortzone. Want ik was natuurlijk in mijn kleine groep, was dat helemaal niet gek om daar heel open over te zijn. Maar op het moment natuurlijk dat ik mijn verhaal op de mail zet, maar wild vreemde, want ik had dus een vraag gezet op Facebook van, goh, wie wil proeflezer zijn? Dus ik kreeg een aantal reacties van mensen die ik gewoon echt niet ken. En toen merkte ik bij mezelf ook van, oh, dit is wel een stapje verder. Een stapje verder. Wat ik ook merkte was, op het moment dat mensen het boek hadden gelezen en het mij teruggaven, en ook al de reacties, dat ze dan aan de hand van de achterkant van het boek zeiden, ja, kom maar, spreek me aan. Dit vind ik mooi, dat wil ik lezen, dat wil ik doen voor jou. Ik heb geen geld aangeboden. Ik heb tegen iedereen gezegd van, goh, wie wil mij gewoon helpen? Ja, want ik zit hier, ik heb dat idee gewoon opgevat, ik ben het gaan doen. En ik kreeg gewoon hele mooie reacties terug van mensen die zeiden van, nou,
En dan heb ik het eigenlijk over editen. Hè? Dan heb ik het eigenlijk over uren werk. En dan heb ik het er dus echt over dat ik geen schrijver ben. Want ik ben geen schrijver. Dus ik heb gewoon mijn open gedachten op papier gezet. Nou, en je kunt dan de dames vragen. Deze dames zijn uiteindelijk mijn twee editors geworden. Er wordt heel wat gestreept in het boek. En, maar dat mensen gewoon echt reageren vanuit van, goh, dit herken ik wat jij schrijft. Ja? Dat, en dat ik, door me open te stellen naar buiten mijn eigen kring, dat ik merkte, van, ja, maar dan zit ook een verbinding van mijn verhaal met mensen daarbuiten. En dat ik eigenlijk een onzichtbare verbinding noemde ook, hè, dat ik door me open te stellen gewoon hele mooie contacten kreeg met wildvreemden. En uiteindelijk is het niet meer wildvreemden, dat is hetzelfde als zo'n één dag met, dat ik een dag meeloop met mensen. Dat juist door gewoon open te zijn over wat er bij me speelt, ja, en als we open kunnen zijn naar elkaar, dat zo simpel kan het zijn om verbinding te voelen. Ja, dan zou ik zo'n experiment willen uitvoeren van, is dat geen Jordan Bitt experiment van, we gaan proberen voor beide codes te leven met elkaar. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja. Dan vind ik het interessant speelterrein worden. Ja. Oké, vallen we nu in de code of zijn we nog gewoon echt open? En, ja. En wat doen, misschien wordt het wel een zootje, weet ik veel. Misschien wordt het wel heel leuk. Misschien wordt het een nieuwe werkelijkheid. Jij impliceert, tenminste, heb ik het gevoel dat je zegt van ja, zelfs zonder codes, voor beide code. Mm-hmm. Ja, je leert het wel proberen. Kijk, ja, maar jij hebt altijd natuurlijk, bij wijze van spreken, zelfs met de VT, ik denk niet dat jij zegt van nou, alle beleefdheidscodes die gooi ik maar over taal, even buiten boord. Ik ga lekker heel bot zijn tegen de mensen. Nee, maar wacht even, dat vraagt dus ook sensitiviteit. Hè? Dus je probeert niet in een doosje te vallen. En we hebben heel veel doosjes die we vaak niet eens allemaal zien. Maar je probeert dus eigenlijk sensitiever te worden van wat speelt er bij mij, wat speelt er hier, wat draagt werkelijk bij, wat is van toegevoegde waarde. En, ja, ik heb het antwoord niet, maar ik denk dat het iets anders gaat vragen van ons hele systeem. Nee, dat is en dat is ook. Precies, en dat is ook de vraag, hè? Want dat hoor ik vaker. Zo, maar ja, maar dat kan toch niet echt? Want dan wat voor een regel wordt het dan? Als je hoort, maar waarom zou het niet kunnen? Ik bedoel, als je gewoon één regel hebt wat jij niet wil, dat hoeft geschiet, zo doet het ook een ander niet. Ja, maar goed, dus dat was wat mijn opmerking. Nee, dat vroeg je toch? Nee, nee, nee. Dat overboord zetten. Die, ja, maar ik zeg dus van, je proefde van, oh, we hebben geen enkele codes meer nodig. Maar zoiets als jij, is ook een code. Ja. Ja. Dus, ja, maar als je daar gewoon aan houdt, dan heb je niks te vrezen, toch? Nee. Oh, daar, ik ben het daar niet mee alleen. Je zegt niet van, dat is juist mijn punt. Ze zegt van, nou, oké, zelfs als je meer open bent, waar ik best wel open toe jaag inderdaad, blijft het een balanceeract van, wat breid je uit en waar hou je nog wel rekening mee? Ja. Dat kan voor heel persoon heel anders zijn dan een andere. Het gaat volgens mij om dat die code niet statisch wordt. Ja. Volgens mij is dat wat je bedoelt. Ja. Okay. Dus dat het, mag het wel een levend iets zijn. Ja. Ik bedoel, dat als een groep zich vormt, dan krijg je gewoon een systeem. En dat systeem kan je gewoon bepaalde eigenschappen toekennen. Mm-hmm. Dat is gewoon als het natuur werkt. Ja. Dat er een soort van code ontstaat, dat kan je niet tegenhouden. Nee, hoef je hem niet tegen te houden. Ja, totdat je merkt van, hey, zullen we misschien hier eens dat of dat uitproberen? Nou. En als dat dus niet meer kan, dan zit je te vast. Dus dan leeft hij door. Dan komt het op vertrouwen neer, toch? Kan ik jou vertrouwen? Daar komt het al meer. Je durft jezelf wel te vertrouwen, maar kun je, je mag ervan uitgaan dat je jezelf durft te vertrouwen. Ja, dit kan je even makkelijk. Nou, durf jij jezelf ten alle tijde op een dag te vertrouwen? Dat jij, want ik kan soms wel bijvoorbeeld ineens een heel scherpe opmerking maken. Dan zit er van binnen in mij best een goede intentie, maar denk ik, wow, dit kwam geloof ik niet heel leuk over. Dus maar daar kun je het dan ook over hebben. Vertrouwen. Ja, dan kan nee, ik zeker. Dan het ook de reëel zeggen, nou, dat raakt me wel. Maar ja, raakt je opmerking mij dan? Of is het iets waar ik zelf om wat mee moet doen? Maar Dat moet dan wel kunnen en dan zou het goed zijn inderdaad. Maar ja, durf ik mezelf altijd te vertrouwen? Nee. Als dat in het proces, dan vind ik het alleen maar leuk hoor. Moet het ook niet allemaal heilig. Want je zegt van, goh, dan ben ik niet zo aardig. Moet je altijd aardig zijn? Nee, het mag best wel duidelijk of zoals het is zijn. Maar als het heel onbewust ineens een sweep is, dan, ja, dat is ook maar menselijk. Maar daar mag je best wel een beetje naar kijken. Dat is nog sterker in mijn geval, maar ik ben zelf dus voor dat ik laten werken. En als je kwaad bent, dan moet ik dit laten werken. Ja, kwaad bent. Maar
Maar dan hoef ik niet naar jou uit te halen. Want omdat jij toevallig net links van mij zit. Nee, oké. Als ik toevallig net naast je zit, dan doe ik het. Als ik bedrogen ben van jouw kwaadheid, dan zou ik het wel prettig vinden. Want ik weet dat je. Ja, zeker. Wat ik jou aandoen ben. Maar dat is ook best een verschil, hè? Tussen wat voel je en wat dat er mag zijn. En dat je daar ook mag met van gewoon hoeverre. Doe je daar een ander iets mee aan? Hetzelfde als dat je hier zegt van goh, als iemand zich vervelend naar jou gedraagt, en bijvoorbeeld met die allergie, ik ben even je naam kwijt, maar Elise, jij zei dat straks, dat iemand in je allergieveld zit dan, dat iemand reageert, en dat je een keuze hebt, van dat je zegt van goh, ik vind dat jij je anders moet gedragen. Dus je zegt, nou, ik vind het niet prettig. En dat is een verschil. En of naar jezelf vertrouwen, moet dat. Want ook dat is een code. Dat we gezegd hebben, nou ja, als leidinggevende moet je altijd overtuigd zijn. En moet je heel bewust weten van, nou, als ik iets zeg, dan is dat ook zo. En dan sta ik erachter. En dan, ook dat is een code. Ja, en ik moet weten wie ik ben. En ik moet eigenlijk aardig zijn. Of ik moet, ook dat is een, het zijn allemaal afspraken die we gemaakt hebben. Precies wat jij ook aangaf. Het is ook niet de roep van, goh, laten we die afspraken allemaal. Want dat is ook met de verkeersregels. Afspraken kunnen heel prettig zijn. Het is alleen voor mij in ieder geval ook heel prettig dat ik weet dat het afspraken zijn en dat het geen wet is. En dat het niet iets is waar ik altijd ten koste me aan moet conformeren. Want zelfs de wetgeving dat ik niet mag moorden, om het even, dat is een richtlijn. En als ik het doe, heeft dat consequenties. Ja, dus dat betekent dat ik nog altijd een keuze heb of ik dat doe, alleen heeft het wel consequenties dat ik dan in de gevangenis terechtkom. Ja, maar ik kan een keuze maken dat ik weer merk, ja, dat is de code die voor mij niet werkt. Nou ja, dat kan ik één keer doen en dan hou ik het op. He, maar ook daarin kan ik uiteindelijk een keuze maken van hoe voelt dat voor mij. Ja. Hoe zorg je dan bijvoorbeeld hier, van Permanent Wet, dan is het dadelijk het is een brainstack culture en er ontstaat een groep. En er wordt een soort vaste gesloten groep. Nou, Dat is precies wat gebeurt. We hebben dan de inner circle geeks die mogen hier 24 uur per dag, of dat was er net na, vroeger wanneer is het nou open dat je binnen kan lopen? Ja, dat heb ik hem ook gevraagd. Ja, ja, nee, van, nou, dat is dan voor, die hebben we hebben iets bedacht en die kunnen er altijd in. Ja. En dan is er een ander groepje die kan er net wat vaker in en de rest is min of meer, dat is ook het dan, niet zo concreet op afspraak. Dus je hebt dat al mee. Ja. Dat is op zich. Ik vind het ook wel bijzonder dat het dus blijkbaar ook nu alweer een plek is. Ja, het geeft ons houvast. Dus je ziet meteen in het neerzetten van iets nieuws ontstaan er codes, ontstaan er afspraken, ontstaan er kleine groepen die beheersbaar zijn of duidelijk zijn. Of, ja, maar daar zit ik ook een beetje bij. Kijk, zo'n gedragsregel kun je, of laten we zeggen, verenigen met elkaar verkeersregels. Ja. Dat is best handig, want dat betekent namelijk als je niet door rood rijdt, dan word je minder snel. Ja, precies. Ja, ze willen waarschijnlijk ook niet dat ik hier om 3 uur in de nacht hier op de stoep sta omdat ik met die printer wil spelen. Ja, of dat niet alleen jij, want als jij alleen jij dat zou doen, zou het helemaal misschien niet erg zijn, want dan woont hier toch niemand verder. Maar als er ineens 1500 mensen hier binnenkomen, wordt het wat druk. Ja, of dat het probleem is, weet ik ook niet, maar dan kan ik me dan voorstellen dat ze met elkaar van koophandel samen dat willen. Of, en dat ook over vertrouwen gaat staan, die spullen, weet ik, kan van alles bedenken. Ja, en dus ik kan me voorstellen dat je een aantal sleutelmensen hebt, letterlijk, en figuurlijk daardoor. Ja. Maar hoe ga je daarmee om? Dus als jij een stoplicht hebt, hoe ga je om met dat jij dat lichtje op rood of groen kunt zetten of dat je een sleutel hebt? En hoe ga je daar met elkaar mee om? Hè? Want jij zegt, ik kan me voorstellen dat een aantal mensen nu al zeggen, oh nou, als er zo'n in de cirkel is met een sleutel, dan hou ik er al mee op. Dat is ook een manier om ermee omgaan. Of maar je probeert in de cirkel te komen. Ja, of je maakt een kopie van de sleutel. Dan ga je niet. Ik merk inderdaad bij mezelf dan een soort weerstand van, oh, ik hoor dus niet in de cirkel. Oh, jij wel. En jij mag hier dus wel en ik niet. En wanneer dan wel? En, nou, ga je toch uitvinden. Dan ga je uitzoeken van, heb ik daar, wat moet de bewijsspreker voor doen om dat daar wel toe te behoren? Heb ik dat ervoor over? Hij heeft ook in de vorige. In de vorige uurtje had ook iemand zeggen: ja, ik had ook probeerde een balans te vinden tussen openheid, decentraal en centraal. Voorbeelden van de spin, die het koppelt helemaal gedaan, en de zeester, die kun je in tweeën hakken en werken nog steeds. Maar probeerde ook de wave te doen. Nou, dat probeerde hij heel decentraal aan te sturen, dat werkt dus niet, maar als ze zeggen, ja, geef dat wat sturing, oké. En dus, dan heb je toch wel zoiets te zeggen, nou, dus probeer toch altijd wel, als je wat
wat verder wil gaan komen, dan heb je vaak dan toch een soort kern nodig die op zich wat richtingen aangeeft. Maar daarbij heb je wel bladen die zeggen, oké, als je dan wat gaat doen, probeer toch telkens weer die verbinding met de rest open te stellen en mensen weer bij anderen bij te betrekken. Zodat je dan niet in een gesloten subcultuurtje blijft. Ja, in die zin zijn forum natuurlijk prachtig. Want je moet een forum kiezen. Want we staan bij de gratie van forum en ruimte. Ja. En dus je moet forum kiezen om iets in beweging te brengen. Ja. Maar volgens mij gaat het over de een treetje buiten de vorm. Om zo te laten komen dat het spons is in plaats van een afgesloten. En dat het forum niet de code wordt. Ja, dat het open blijft. Ja. Ja, dus codes, dat vind ik subtext, zeg maar. Dus de onuitgesproken dingen die daar liggen. Terwijl het heel helder kan zijn dat er drie mensen hier, ik weet niet eens, maar drie mensen hebben hier de sleutel en vier mensen hebben het hier voor het zeggen. Maar het kan wel helder zijn, het kan ook heel fijn zijn. Alleen, dat betekent niet dat het goden zijn, het betekent niet dat ik daar nog niet naar binnen mag, het betekent het allemaal niet, het betekent vooral meer niet. Maar ik snap dus misschien al dat iemand die zich dat afvraagt, daar mag Peter aan Jan mee toe gaan, want dat is die opheffing weer, en zegt, ik vind het toch een beetje vreemd. Ja. Jullie willen in principe verbinden aan de hele wereld. Ja, en hoe zit dat dan met die inner circle? En hoe zit dat dan? Daar is denk ik de start. Ja, dat je dan, dat je die vragen als je interessant genoeg vindt. Ja, dus dat je daar open over bent, wat dat bij jou oproept. Want dan pas kan die ander dan ook zien dat jou dat bezig gaat. Mm-hmm. Want als iedereen altijd zegt van, nou, het is geweldig. En ondertussen, want dat is dus het gevaar. Dat is iedereen, leuk. Nou, geef dan echt niet meer. Laat dan iedereen aangeven wat hij zelf staat onder open. Want volgens mij heeft ook iedereen een eigen invulling van wat hij staat onder open. Natuurlijk, Want je hebt in de cirkel, dat geeft dus ook al een bepaalde beleving van openheid. Het is blijkbaar ook iets met sleutels en een pand. Dat zijn mensen die daar blijkbaar iets met open, terwijl ik zoiets heb, open zit vooral hier. Mm-hmm. En sta je open voor en ben je bereid om daar wat voor te doen en ben je bereid om dingen te delen met elkaar en daarom continu mee bezig te zijn. En dan is het volgende. Het zou mij geen fuck uitmaken of ik hier een sleutelvanger zou moeten hebben, liever niet eigenlijk gezegd. Maar dat is het voor jou. Ja. Dus dan is dat. Ja, maar het is wel goed om dat met elkaar te delen, want anders ga jij misschien naar mij toe praten over sleutels en de deur. Dan denk je, je bent me kwijt aan hoe ik en dat is net een mooi waar we het over hebben. Dat je dus op het moment dat je uitspreekt, wat jouw beleving ergens bij is. Of wat je vindt. Of en dat je dan ook vast erachter komt of die ander überhaupt dezelfde taal spreekt. Ja. Want daar heb je het over dan. Daarvoor hebben we het wel over hetzelfde, al noemen we het hetzelfde woord. Precies. Ja, en als we dan weten van we spreken niet dezelfde taal, wat bedoelen we dan alle twee? Waar dat wel iets voor hebben. Ja, maar heel veel speelt bij ons hier binnen kamers af. En we vullen van alles in van hoe de ander het bedoeld heeft. Of want ook die codes vullen we ook nog in van hoe het bedoeld zou zijn. Ja, want als er kledingcodes staan, dan zie je toch dat iedereen redelijk anders soms erbij komt. Los van de McDonald's kleding. Hè? Dat is gewoon een pakje wat je afhaalt en dan heb je het zelf. Maar ook we hebben allemaal ons eigen invloed. En wat jij aangaf, is inderdaad de ja, aan het einde zou ik willen vragen van, wat vinden jullie van deze workshop? En dan kan ik vaak het best op de wc gaan zitten om er echt achter te komen wat mensen vinden van de workshop. Ja, want als je een centrale wc zet, dan komen daar mensen samen en dan vertellen ze dan van, vond jij het ook zo? Ik heb niks gezegd, maar ja, ik vond niet echt. Ik vond het wel goed. Even los van daar ontstaan dan vaak de echte verhalen. Ja, omdat dat toch ook weer met een beeld te maken heeft, is dat dan zo aardig? Of daar ontstaat een nieuwe code. Want het is handig om met haar, want je weet dat zij altijd een beetje negatief is, dus dan steek je maar negatief in, dan hou je in ieder geval het lijntje. Wat zou nou voor nodig zijn, of die discussies niet daar dan, maar nu hier, wat zou nou voor nodig zijn om die openheid, die op die toilet vindt nu, op dit moment hier in deze groep te gaan? Eén persoon beginnen met dat heel open zijn en durf het rest. Durf het wel. Ja. En dan wordt het interessant, want tot nu toe is het, wat dat betreft, zitten we nog, voor mij voelen we nog steeds in dezelfde structuur en code. Wij zijn allemaal best wel braaf en luisteren, proberen bij te dragen. Waar we allemaal nog kunnen zitten en zo. Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik heb er niet meteen antwoord op hoor. Maar dat heeft volgens mij ook heel erg gevoel met het gevoel van veiligheid te maken. Ja. We kennen elkaar allemaal niet zo lang. We hebben wel wat oefeningen gedaan, maar we zitten vooral inderdaad netjes op te praten en naar elkaar te luisteren. Dus volgens mij altijd.
nog wat meer voor nodig. En ik denk als je dat voelt, dat je dan ook eerder dat kan zeggen. Voordat er bij wijze van spreken weer een nieuwe code is, dat je dat juist niet mag zeggen of wel mag zeggen. Dus veiligheid in onder code. Weet ik niet. Het moet veilig zijn voordat ik dat zeg waar ik voor sta. Ja, maar misschien gaat het nog niet eens zozeer van het moet veilig zijn voordat ik iets zeg waar ik voor sta. Maar dat je bij wijze van spreken wel een soort basis weet dat als ik zeg van hey, dit vind ik allemaal niet leuk, dat ik in ieder geval weet dat ik niet fysiek aangevallen word. Of, dat soort, het gaat soms om dat soort basale dingen. Ja, maar wordt het bij de ene fysiek grens gewoon anders dan de andere? Maar er zijn, je ziet in groepsprocessen, zie je dat als een bepaalde oefening of dat mensen wat langer bij elkaar zitten, dat op een gegeven moment een soort punt ontstaat dat bijna iedereen wel tot zijn gevoel van openheid open durft te zijn. Ja, ja. Dat, en als we dan teruggaan naar de vraag hier, wat zouden wij hier dan nodig hebben om die openheid met elkaar... Meer tijd. Goed van die juf. Nou ja. Langzaam. Zij is de leidster. Dus als jij zegt, laten we dat rondje maar doen, dan zou ik dat rondje nu gaan doen. Maar als jij zegt, van, nou, ik wil eigenlijk linksaf in plaats van rechtsaf. Ik wil toch graag naar de rechtsaf. Dat is jouw workshop. Oh, wat zouden jullie willen? Want ik vind het wel interessant om daar iets over te horen. Ik sta, ik wil het WC nu die dan doen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, zullen we dat doen? Dus niet op de wc dadelijk, maar nu, want we moeten ook afsluiten, dus dan is het start van morgen. Dat, wil je beginnen? Ja. Nou, ik vond het en leuk en een beetje gek om laat binnen te komen, en, maar wel leuk om meteen in de oefening te vallen. Dus ik voel me wel meteen verbonden. En tegelijkertijd ook wel zo van, oké, maar waar gaan we nou heen? Wat is nou eigenlijk de bedoeling? En draag ik nu bij of zit ik er alleen maar, het is een beetje onzeker van, we gaan allerlei kanten op en nou, blijkbaar mag dat. Dus een soort onzekerheid in, van, nou, gaan we alle kanten op of in geen richting of niet. Ja, dat eigenlijk het meeste. En ik vind het onderwerp heel gaaf, want ik zou dus de inhoud, dat we tenminste in mijn leven even uitkomen op hoe ga je om met codes en hoe kan dat anders? Hoe kun je in ieder geval omgaan met subculturen? Dat vind ik, dat heeft sowieso een liefde wel, dat vind ik leuk. Ik zou dat zo ter plekke willen doorbreken, om gewoon te kijken wat er dan gebeurt. Want je hebt maar een wereld gecreëerd, je kunt een nieuwe wereld creëren. Zo. Dus in die zin vind ik dat fijn om dat hier weer. En ik vind dat je dat leuk faciliteert in die zin. Dus dat heeft kunnen gebeuren door dat ik het idee dat er niet heel veel liefde is. Ja. Zo? Lang toiletbezoek. Wie wil er nog meer wat zeggen? Ik ben het heel erg eens met wat jij zei. In de zin van het was een heel leuk begin door, door die oefening. Dat je al een beetje een gevoel hebt van wat voor groep zit ik in. En hier voel ik me comfortabel in. Ik vond het ook een hele interessante discussie. Ik had het zelf ook nog wel leuk gevonden om, als je het over hebt, van hoe zorg je nou. Het waren een beetje twee discussies. In het begin was het van, hoe zorg je dat je de overeenkomsten met iemand ontdekt? En daarna was het meer van, wat voor regels heb je tussen groepen en hoe kun je die doorbreken? Of hoe definieer je die? Of hoe maak je die ook bespreekbaar? Ik denk dat ik het wel leuk zou vinden als om die discussie over hoe zorg je dat je overeenkomsten tussen iemand, tussen mensen zo snel mogelijk ontdekt? Of op een hele praktische manier ontdekt. Bijvoorbeeld, je staat straks ergens beneden, je staat even te wachten en je spreekt iemand aan naast je, hoe zorg je dat je dan bijvoorbeeld snel op overeenkomsten komt? Of als je bij de kapper zit en je denkt van, goh, ik heb weinig overeenkomsten met deze persoon, hoe kun je dan toch zo'n gesprek voeren? Maar dus misschien... Heeft iemand daar een idee over? Nou, ik zit te zoeken inderdaad van, waarom zou je overeenkomsten met iemand moeten hebben om een gesprek aan te gaan? Nou, het helpt vaak wel om... Het is prettig om wel iets, je moet wel ergens naar kunnen openen, denk ik, als je toch... als je nog iemand terug